Yo mensen, welkom bij een weer nieuwe PM Service Survival dag. En jongens, misschien hoor je het een beetje aan mijn stem. En omdat er gisteren geen aflevering was, kwam omdat ik gisteren een bruiloft had van mijn zus. Super vet en zo, super gezellig. En ja, ik ben een beetje verkouder erdoor geworden. Ik weet niet want, maar een beetje ziekjes. Dus misschien kan je het een beetje horen, maar dat je dat even weet. En ik heb in de tussentijd even offscreen, dat ik het niet opgenomen heb, heb ik een klein beetje een ding gedaan. Hier staat eerst heel lelijk cobblestone. Heb ik even opgevuld met zand, ziet er wat beter uit. Ik heb even de bovenkant bijna afgemaakt. Ik had even wat gehakt. Dus alleen dit nog en dan het dak kan erop en de vloer en zo. Ik heb ook even een iron axe gemaakt. Niet dat het veel uitmaakt, maar in ieder geval dat heb ik even gedaan. En voor de rest, dat was het nog weer wel. Het wordt weer dag, hoop ik. Please, niet dat het nu donker wordt. Zo, ik kan even een boordje omhoog. Volgens mij wordt het dag. Dat lijkt er wel op. Dat zou wel vet nice zijn. Want elke keer als ik wil opnemen is het nacht. Dat is echt... Ik weet niet hoe ik het time. Maar blijkbaar dat dus. Wat ik in deze episode wil doen... Even lekker eten eerst. Met een fucking nice sound effect. Nice. En ik wil sowieso even... dat afmaken. En misschien... Ja, mijn farm die kan... Jongen, hier kijken jongens. Hij is echt bijna helemaal gegroeid. En ik had nog maar één plekje over hier. Dus de eer is aan jou. Dit dingetje hier. Om het... te vullen. Kijk, there we go. En mijn farm is gewoon... Oh, nu is hij klaar. Nu is hij gewoon helemaal gevuld. Met hier carrots en voor de rest allemaal seeds. Super chill. Kan ik ook eten uithalen. Heb ik nu niet nodig, want ik heb nog een paar carrots. Doe ik later wel. En mijn koeien zijn ook best wel veel geworden. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ik ook weer even happy time geven. Iedereen weer blij. Holy shit. Yay. Met die. Die met die. Jullie twee. Good luck. Heb ik nou eentje gemist? I don't even know. Ook wel level up. Thank you. Was ik level up? I don't know. Ik hoorde een geluidje. Ik snap al die sound effects nog steeds niet van deze text pack. Maar ik vind het leuk. Jullie vonden het ook leuk. Dus daar ben ik blij om. Deze aflevering ook geen Captain Walker, jongens. Want even gewoon weer rustig lekker bouwen. Had ik even zin in. En Captain Walker is ook niet online, dacht ik. Nee, ik zie hem ook niet. En ik ga gewoon lekker weer mijn spruce hakken. En ik moest nog iets vertellen volgens mij. Iets belangrijks. Maar ik ben het een beetje vergeten. Ik weet niet. Voordat ik ging opnemen, dacht ik echt van ja. Dat moet ik vertellen. Maar ik weet het niet meer. Oh ja, ik weet niet of dat het was, maar ik weet nog wel iets wat anders wat ik wil vertellen. Want jullie kennen vast Etienne en Koen wel, Wicked Dutch, die uploaden ook op mijn kanaal, namelijk Project Lord of the Rings Survival. Als je die serie niet kent, kun je die ook nog even checken. Sinds kort doet Etienne van hun twee, van hun kanaal, doet nu ook PM Server Survival. Dus als jullie dat ook even willen checken, hartstikke leuk. Ik weet niet of jullie via hem ook invites kunnen winnen, maar hij doet het in ieder geval leuk en eigenlijk kan vet goed bouwen. Dus dan leer je ook meteen weer wat, dus laten we zeggen, zoiets. En als jullie dit ook even willen checken, zal het super chill zijn. Ik kijk de hele tijd naar links, omdat ik zie de hele tijd... Wacht, ik doe even zo. Nou, eigenlijk heb ik daar niet aan. Ik zie de hele tijd tweets voorbij komen en dat refresh dan weer. En dan lijkt het net alsof er iets verandert. En dan moet ik even kijken. Alsof er iets heel erg verandert. I don't know, jongens. Anyway, ik heb hier eindelijk meer spruce wood. En ik ga ook dan gelijk even die... nu doe ik mijn axe weg. Dat is niet handig. Dit is toch dark oak, als ik het goed heb. Want dit moet ik ook even hebben voor het dak. Want daar heb ik ook heel veel voor nodig. Even kijken. Ja, oké, dit is dark oak. Ik weet het verschil nog steeds niet helemaal te zien. Dark oak is net wat... Ja, ik weet niet. Spruce is meer bruiner hout. Zoiets. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dit is meer een beetje grijs donker. Nou, niet grijs, maar een beetje... Ja, grijs. Ik ga het gewoon grijs noemen. I don't know, jongens. In ieder geval, ik heb nu wel even genoeg. En dan kunnen we in ieder geval dit afmaken. Ik heb ook trouwens zand in de furnace gedaan. Dus heb ik genoeg glas. Ik heb hier ook nog 6 trouwens. Oh, wacht. Volgens mij was dit al gekookt. Inderdaad. Gebakken. Hoe noem je dat? Glas koken. Glas bakken. I don't know. Misschien gewoon niet. Anyway, dit moet dan weer zo. En dan hop. En daar kan ik erbij. Ja, moet ik wel even... Zo doen. En kijk jongens. Oh shit. Dat is nou echt... Oh, wat jammer. Dat is nou echt een beetje jammer jongens. Teleurgesteld. Kijk, there we go. En dan heb ik niet genoeg glas. Want hier moet ook nog in natuurlijk. Dan doe ik hier even cobblestone boven. Plop. En dan moet hier eigenlijk ook nog... Huh? Oh, dit klopt helemaal niet. Dit moet ook nog van hout. Was dit de goede? Spruce. Zo moet die. Kijk. En dan heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 2 glas nodig. Ik weet niet of ik dat nog heb. Misschien zit het nog wat in de furnace. Ho. En trouwens, het is nu 3:15 dat ik dit opneem. Ik hoop dat die op tijd online is. Dus hoe noem je dat? Om 4 uur. Maar ik wou eigenlijk al ongeveer een half uur geleden opnemen. Maar dat kon niet. Want ik kon niks breken op mijn eiland. Ik kon ook niks open doen. De deur ging weer meteen dicht als ik hem opendeed. Dat kwam door een plugin. Die werkt nog niet goed. Of nou ja, hij doet het nog niet goed. Want
Dat is eigenlijk voor Sam, dat mensen op zijn eiland kunnen kijken en niks kunnen breken. Maar aangezien ik geen admin ben op de server zoals Sam, kon ik ook niks breken. Dus dat moesten ze even fixen. Ze hebben het begin eruit gehaald nu volgens mij en het wordt vast wel gefixt later. Dit is wel een beetje lelijk, want je kijkt nu gewoon tegen de muur aan. Maar ja, wie kijkt er ook naar buiten in Minecraft? Ik bedoel, hallo. Dat doe je toch niet? Anyway, ik ga beginnen aan mijn dak. Ik dacht dat we misschien deze episode het wel af kunnen krijgen, jongens. Kijk, allemaal dak. Kijk, jongens, hier word je blij van. Hoppakee. En nog een stekje eroverheen. Plop. 20. Hoeveel? Oh, ik dacht dat we maar 27 van kregen. Dat was heel erg geweest. Maar nee. Dan moet ik natuurlijk hetzelfde doen als daar. Dus ik doe het eerst gewoon normaal, op mijn manier. En dan doe ik wel weer dat wat je daar ziet. Daar zo. Dat het er overheen hangt. Dat vond ik wel vet. Nog steeds bedankt voor de tip, Etienne. Super chill. Oh shit, wat doe ik nou? God damn it, jongens. God damn it. Ik ga toch wel... Ja, zo moet het gewoon. Het dak maken is echt het verschrikkelijkste van het hele huis. God damn it. Of niet? Ik weet niet. Ik vind dat... Wat vinden jullie het kutste als je een huis maakt? Is dat het interieur of is dat... Ik denk dat ik het interieur en de binnenkant gewoon het leukste vind. Ik bedoel, de buitenkant, dan heb je echt zoiets van... Nee, het staat niet goed. Want bij mij, ik ben heel erg Pietje precies, jongens. Dat kan ik wel gewoon zeggen. Ik moet echt alles, maar ook echt alles moet ik precies goed hebben. Het klinkt heel... hoe moet je dat zeggen? Verwend misschien? I don't know. Maar ik heb gewoon zoiets dat het gewoon echt goed moet zijn. En ik kan er niet tegen als iets scheef of niet klopt. Dat het niet, hoe noem je dat? Symmetrisch is. Dat het niet... Net zoals daar net, dat ik maar één van zo'n balk had en dat het niet klopte, weet je, qua verhouding. Dat bedoel ik. Verhouding heet zoiets. Goddammit, Damien. Nope. Dat klinkt altijd zo pijnlijk als je eraf valt. Maar ja, sound effects, jongens. We doen het allemaal voor de sound effects. Anyway, ik ga nu ook aan deze kant doen. En we moeten natuurlijk de binnenkant van het dak, moet natuurlijk weer met cobblestone. Goddammit. Jongens, we gaan raidje omdaken. Wat erg. Zo, there we go. De binnenkant van het dak moet ook met cobblestone natuurlijk, want dat geeft een leuk effectje. Alsof ik er echt heel veel verstand van heb, jongens. Zo praat ik er nu over. Misschien heb ik dat ook wel. Oh, wat doe ik nou? Dit moet niet. Nee. Dit moet niet zo. Ik kom de hele tijd boertjes omhoog bij mij. Oh, wat schattig. Nee, gewoon niet. Zullen we dat maar gewoon even niet doen, jongens. Dus dit moet allemaal met kobbel. En op zich kan ik dit nou gewoon weer omhoog bouwen. Ik weet niet hoe hoog. Ik doe het wel even tot hier of zo. Kijk. Nee, goddammit, jongens. Ik moet even opletten. Kijk, zo. Er kan nog wel eentje... Wacht even, wat is het midden? Dat is het midden... Nee, er zit geen midden in dit huis. Dammit. Daar hou ik ook niet van, eigenlijk. Midden is altijd handig, want dan kom je altijd goed uit met daken en zo in Minecraft. Minecraft-problemen, jongens. Heel erg, deze episode. Anyway, ik zag net weer een klein babykoetje. Oh, nu kan je ze niet zien. Hallo, babykoetjes. Daar is eentje. Nice. Waar zijn de andere babykoetjes? I don't know. Ze hebben net dikke happy times gehad, maar blijkbaar is het niet gelukt. Dat kan ook wel eens gebeuren, jongens. You never know what's gonna happen. Kijk, hoppakee. Deze kant ook. Plop. Ah, dit is nou een beetje jammer, want dan kan ik er niet overheen. We doen gewoon zo. There we go. En jongens, jullie vragen je misschien ook af waar de Pirate Battle video blijft met Project McGraftia. Ja. Die komt eraan. Serieus, die komt er binnenkort aan. Sam en ik gaan misschien morgen nog opnemen of sowieso deze week. En dan komt het allemaal goed. Dan is hij er heel snel online. Want ik wil hem dan gewoon snel uploaden en bewerken en zo. En ik denk dat hij heel vet gaat worden. Ik heb wel een beetje idee in mijn hoofd hoe ik het ga doen. Woop. Oh, nice. Dat was al een goede jump. Woop. En ik hoop dat jullie hem vet vinden. Jullie vonden de trailer in ieder geval echt fucking vet. Volgens mij heeft hij bijna 1000 likes. Dus echt wow. Dat had ik nooit verwacht. Ik wou gewoon even een leuke trailer maken. Blijkbaar vonden jullie hem al fucking vet. Dus dat vind ik ook leuk. Dat vind ik ook leuk om te zien als jullie hem vet vinden natuurlijk. Anyway. Ik moet nu even de cobblestone fixen. Maar ik heb... bijna geen cobblestone meer. Misschien in mijn chest. Nope. Ook niet. Ik heb dat trouwens ook met mijn troep in de chest gegooid. Dat had je waarschijnlijk al gezien, want mijn inventory is even wat leger. Hier heb ik echt helemaal niks aan. 12. God damn it. Dan moeten we maar weer de mining, jongens. Dan moeten we maar weer gaan minen. Trouwens, wat ik vet vond aan deze textpack, vet vindt. Kijk. Als je een torch vasthoudt, dan wordt het licht. Kijk. Fucking nice. In ieder geval, ik vind dat leuk. De mensen het goed, hoor. Want dan kan je gewoon zo... Sorry, door de cave lopen, dat is wel handig. Wat zit daar trouwens? Ik zie hier iets. Oh, nog steeds die koe. Die zit hier echt al, ik weet niet hoeveel afleveringen, maar echt vet vaak. Maar kijk, dit geeft wel een leuk effect, dat als je gewoon zo loopt en dan ligt het gewoon op. Oh kijk, dan wordt het ineens vet donker, dus dat is wel irritant. Maar we hebben armen gevonden, best wel veel, 3. Het ziet er wel een beetje raar uit door die combinatie. Oh god, dit is een mobspanner denk ik. Oh nee. Please. Ik heb...
Hallo? Oeh, het zijn skeletons, ik hoorde het al. God damn it, jongens. What the hell? Oh my god. What the fuck gebeurt hier? Ik hoorde dat ik een geweer schoot of zo. Wat was dat? Was dat weer een sound effect of... Ben ik nou gek dat ik dat hoorde? Wacht, ik ga er... Ik ga erin, wacht. What the hell? Oh, get out of here. Oh, 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 ik zie... What the hell? Oh, dat geluid. Dude, hij schiet gewoon met kanon of zo. What the hell? Oké, wacht. Even dit ding, dit ding. Gast. Oké, wacht. Ik heb het niet goed neergezet. Shit. Zo moet het erop. Ik wist het wel. Kom hier, snel. Volgens mij spannen ze nu niet meer. Anyway. Oh, yes. Ik heb een diamond. Nice. En iron horse armor. Ik heb nog geen paard, maar boeien. Komt altijd wel van pas. En een diamond. Nice. Nice. En wat heb ik hier? Een zadel. Is ook wel handig op zich, I guess. Oh, ik heb weer te veel spullen mee, jongens. Oh, shit. Wat is dit? Ik heb geen mossy cobblestone nodig. Rotten flesh heb ik ook niet nodig. Sea shanty, roll boys, roll. Ik heb een muziek gekregen, nice. Moet ik weer iets droppen? Nee, wacht, ik weet iets. Dit maken we even gewoon. Boommeel. Die wil ik wel en dit wil ik ook wel. En de sticks wil ik gewoon ook wel. Nice, we hebben een spanner. Deze laat ik hier even staan, denk ik. Misschien komt hij ooit nog van pas als ik hier wil levelen of zo. Ik zeg ook maar wat. Misschien. I don't know. Dus hij is... is het nu safe? Heb ik alles gehad? Ik denk het wel. Nice. Nice, jongens. We hebben gewoon even een mobspawn gevonden. Deze episode. Dat is wel handig. Die kunnen we wel gebruiken om even lekker te levelen. Ik ben level 18 trouwens ook. Ik heb echt het gevoel dat ik binnen de kortste tijd dood ga. Dus ik zeg gewoon niet te veel, jongens. Ik zeg gewoon niet te veel. Anyway. Ik haal ook even de lapis. Van lapis krijg je ook experience. Gimme. Kijk, dikke sound effects erbij. Ik vind de sound effect leuk, jongens. Ik heb niet echt... dit is echt mijn eerste resource... Echt resource pack met andere geluiden. Ik heb dat nog nooit gehad. Dat vind ik wel vet. Nee, ik ga die lapis niet meenemen. Waarom heb ik dat nodig? Ik heb kool nodig, maar ik zie weer niks. Wacht, ik doe even mijn shaders uit. Oké, there we go. Holy shit. Vet licht ineens. En dan kun je misschien denken van... Damien, waarom doe je dit niet gewoon de hele tijd aan? Nou, omdat het anders niet... Het is wel licht en het is wel handig, maar anders... Die shaders geven het net even zo'n effectje. Dat het een beetje duister is en dat je toch nog... Een beetje... Dat het wat moeilijker wordt ook. En mooier. Moeilijker en mooier. En duisterachtig iets. Maar ik wil die kool hebben. Jeetje, ik schrok wel een beetje van die koe. Ik zag hem niet aankomen. Geef maar die kool. De sound effects, though. Hoppakee. Waar mag ik het niet oppakken? Ik zit vol met spullen. Ik zit zo vol. Jungle wood planks. Get out of here. Hier maken we dan even... torches van, die ik natuurlijk ook nog weer niet kan. Zo, there we go. Oké, nu kunnen we verder gaan minen, jongens. Nu kunnen we verder gaan minen. Even kijken. Ik denk dat ik... Is dit cave leeg? Nee, of twijfel ik. Beneden zit ook nog redstone, maar dat ga ik niet halen. Oh, hier zit ook nog... Oh, dit is gold. Oh, nice. Mijn pickaxe gaat ook elk moment breken, trouwens. Dat is minder leuk. Ik hoor lava, maar volgens mij is dat gewoon die lava daar. Niet dat het hieronder zit, hoop ik. Wat moet ik nou weer weggooien? Jongens, ik zit helemaal vol. Ik moet het gewoon allemaal in mijn chest doen straks. Maar ik moet nu gewoon even iets kwijt. En ik kies voor... ik kan niet kiezen. Het is allemaal best wel belangrijk eigenlijk. Weed. Daar heb ik toch al genoeg van. Get out of here. There we go. Ik heb... dat kan ik later ook. Ik heb genoeg. Ik heb mijn farms vet gegooid, jongens. Ik heb genoeg weed. Die redstone ga ik niet halen. En daar zit ook nog redstone, dacht ik. Uitkijken. Niet weer zo stom doodgaan. Kijk, volgens mij zit daar ook nog redstone. Ja, maar dat ga ik niet halen. Ik denk niet dat dat nodig is. Oh, ik schrok, maar mijn pickaxe is kapot. Ook weer een goed excuus om naar boven te gaan en niet dood te gaan hier zo. Nice, dat vind ik wel een goed excuus, jongens. Oh, dan heb ik ook weer plek voor de lapis. Dat heb ik helemaal niet nodig, maar oké. Okay. Hij wil in mijn inventory, dat mag ook wel. Ik zet mijn shaders weer lekker aan. Kunnen jullie ook meteen zien welke het is. De naam Cuda Shaders V4 Ultra. Pre-release 2, ik vind hem fucking awesome. Gewoon omdat het allemaal... je hebt ook... meeste mensen gebruiken trouwens... zo, het is donker hier. There we go. Meeste mensen gebruiken de shaders Shocapic of Zeus. Ik heb Zeus ook gebruikt in het begin van deze serie. Maar dan is het in het donker gewoon echt heel donker. En dat is niet chill. En Shocapic heb ik wel een beetje gezien eigenlijk. En ik vond deze gewoon vet. Dat je de maan hebt met al deze rondjes. Dat soort rondjes. Dat vind ik leuk. En het ziet er gewoon vet uit. En met die torch, dat vind ik gewoon leuk gedaan. Anyway, jongens, ik lul weer veel te veel. Ik moet gewoon even wat shit gaan doen. Ik gebruik gewoon dit. Want ik ben badass. Of zo. Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Kunnen we hier ook gelijk even sterren van maken trouwens.
There we go. 24 is ook nog lang niet genoeg. Maar we kunnen het er alvast wel even in doen. Ik maak hier even een soort ster van, denk ik. Met zand. Wat vinden jullie daarvan? Creatief zijn. Hoppakee. Het kan gewoon, jongens. Dit heeft ook torches nodig. Ik zet hem even daar neer. Niet dat het heel veel helpt. Ja, het is verleidelijk om de shaders uit te zetten, jongens. Maar dat doe ik toch niet, want... Je ziet op zich wel genoeg en het ziet er mooier uit. Ik zeg het al zo vaak, maar het ziet er gewoon mooi uit. Daar doe je het voor, jongens. En niet elke PC kan shaders hebben, dat weet ik. Ik weet niet of jouw PC bijvoorbeeld shaders kan hebben. Maar je hebt ook shaders voor PC's met minder goede... Of voor minder goede PC's, zeg maar. Dat heb je ook, dat bestaat. Dus dan moet je gewoon even googlen, jongens, als jullie zo graag shaders willen. Omdat het er gewoon mooi uitziet. Dus die shaders bestaan ook. Ik heb die volgens mij ook wel hier tussen staan ergens. Ja, je hebt hier ook bijvoorbeeld, je hebt je Shockabic Low. En dat is gewoon echt, als je dat niet aan kan, dan heb je gewoon volgens mij echt een hele slechte PC. En sorry als ik nu beledig, maar dat is gewoon zo. Ik ben slecht op jump parcours. Blup. Kijk, there we go. Oh, dat was echt zo slecht. Goddammit. Maar jongens, ik denk dat het ook weer tijd is om deze episode te eindigen. Het is nu 3 uur. Ik hoop dat ik hem precies om 4 uur online kan krijgen. Dat zal wel chill zijn. Anders is hij ietsjes later. Dus als dat zo is, sorry daarvoor, jongens. In ieder geval... Oh shit, ik ben helemaal vergeten om in invite deze aflevering uit te doen. Oh nee, wat erg. Ik ga hem snel opzoeken. Want ik had er wel eentje. Ik had er eentje uitgezocht. Dus ik zoek hem even snel op. En dan word jij... na deze episode, dus hij is bijna geëindigd, word jij zo geïnvite door mij. Want dan geef ik het door aan de admins en dan word je gewardist. En de winnaar is... Ja, Noah Passant. Ik wil heel graag in de PM-server, want ik vind de server heel erg leuk. Mijn Minecraft-naam is JanNoah2134. En mijn Skype-naam is blablabla, dat maakt mij niet uit. Dus Janoah Passant, gefeliciteerd. Ik ga jou na de aflevering doorgeven aan de admins. En dan word je gewhitelist. En dan kun jij voor 3 maanden, dacht ik, met een invite rank op de Project Minecraftia server. Dus als je dit keer niet invite gewonnen hebt, jongens. Gewoon alsnog een duimpje omhoog doen. Want dan kun je alsnog winnen. En een reactie achterlaten met waarom jij in de PM server wilt. En wauw. Nou was mond vol. Jongens, ik wil allemaal bedanken voor het kijken. En ik zeg later. Yeah.